Goedemorgen en superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe week, klopt? Het is vandaag zaterdag. Lonnie en ik hebben zo les. Vandaan. Kom maar even gezellig bij, zo. Ik ga mijn spullen pakken, poetsen en opstaan. Gaan we rijden. Bloemie is helemaal opgezadeld. Komen we mee? Dan gaan we nu naar de bak toe en dan hebben we les. Tess is in de bak. We gaan vandaag goed kijken naar de ontspanning van Blondie. Ik merk de laatste tijd hebben we haar heel mooi in de aanleuning gehad. Maar ik merk aan de ontwikkeling van de spieren dat Blondie toch ergens in haar lichaam compenseert omdat ze het moeilijk vindt. Dat ze nog wat balans mist, dus dat de spieren niet ontwikkelen zoals ik dat graag zou willen. Daarom zijn we nu eventjes met de ontspanning bezig. Dat ze iets meer haar eigen lichaam draagt en daar meer balans in krijgt. Om te zorgen dat de spieren weer op de goede manier ontwikkelen. Been lang, Tess. Echt je been lang. Zo. Kijk ook af en toe even naar je knie en het zadel. Als je je been optrekt, komt je knie ook over het zweetblad te liggen. Dus zorg echt dat je ook als je naar beneden kijkt, dat je ziet dat dat been in je zadel ligt. En waar moet je op letten, Tess? Je ziet daar in de spiegel dat je dus kijkt dat haar voorbenen voor haar achterbenen zijn. Dus dat haar voorbenen niet naar rechts of naar links zijn. Daar kijk je naar in de spiegel. Dus dat je ook haar rechter voorbeen en haar rechter achterbeen recht achter elkaar ziet. En haar linker voorbeen en haar linker achterbeen recht achter elkaar ziet. En zo niet, dan corrigeer je door met twee teugels die schouders te sturen. Jij wil dus zorgen dat je die, met jouw teugels niet haar neus meer naar links doet. Want dan gaan de schouders nog meer naar rechts. Maar dat je met je teugels die schoft en die schouders een beetje naar links toe plaatst. Door je linkerhand ietsje van de hals doen en je rechterteugel een klein beetje richting de hals. Niet dat je ze daar constant tegen moet houden, maar dat je steeds zegt voorbenen voor de achterbenen en op je eigen benen. Niet dat je losgooit, maar dat je even minder hard knijpt. Dat je haar eigenlijk even geen steun geeft. Dus je bent steeds, daarom is het ook zo belangrijk dat je naar die spiegel toe rijdt, dat je ook ziet hoe maakt mijn paard zich scheef. Want het kan ook wel eens zijn, bijvoorbeeld Just, die voelt heel sterk aan de linkermondhoek, maar die loopt met de schouders naar rechts. Dus zij moet eigenlijk, ondanks dat ze sterk is aan links, toch die schouders naar links toe plaatsen. Dus eigenlijk nog verbinding houden op die linkerteugel. Hier ook zo'n wending maken. Dat je meteen kan voelen van, oké, nu heb ik geen spiegel, dus kan ik ook zelf voelen waar die schouders naartoe gaan. Maar dat je jezelf ook een beetje bewust wordt van waar je paard zich scheef maakt. Dus je voelt wel contact met haar mondhoek, hè? Ze loopt niet aan de lange teugel. En toch wel voelen dat je contact hebt, hè? Goed zo. Dus dat je ook niet met je hand op je bovenbeen gaat rijden omdat anders je teugel te lang is. Maak hem dan ietsje korter en totdat zij zich daar weer meer wil loslaten, dat je dan die teugel weer uit je hand laat snoepen. Goed zo. Maar als je achterenergie erin stopt en je teugels zijn te lang, dan heb je niet zo het paard bol te maken. En als je dan denkt, nou volgens mij voel ik aardig hoe die zichzelf scheef wil maken, dan ga je het ook op de volte proberen. Maar probeer constant ook nog een beetje dat tempo te veranderen. Zo, ja. Heel goed. En dan weer opvangen je zit, dat je steeds voelt, als ik mezelf langer maak, dan komt ze terug. Als ik met de bovenkant van mijn kuit aanvul, dus niet eens zozeer met mijn onderbenen een schopje geef, maar als ik met mijn bovenkuit de bovenkant van mijn kuit aanvul, dan gaan we wat naar voren. Goed zo. En als ik mezelf dan weer lang maak, dan komt dat weer terug. Goed zo. Ja, je teugel mag zelfs nog iets korter. Dan heb ik nog liever dat jij je hand meer naar voren doet, als dat je een lange teugel hebt en je handen zitten heel dichtbij. Dit is heel goed, Tess. Dit is heel goed. En let op, dat je ook nog probeert om controle over het tempo te krijgen. En controle over het tempo betekent niet dat ik kan zorgen dat hij niet hard gaat, maar dat jij degene bent die bepaalt, die het tempo bepaalt. Dus jij gaat ietsje harder en jij gaat ietsje terug. Jij gaat iets naar voren en jij gaat ietsje terug. Dat je eigenlijk dus kan voorkomen dat zij in haar eigen comfortabele tempo kan lopen. Omdat we nu eenmaal iets anders van haar lichaam willen, dat wij dus ook constant de controle kunnen krijgen. Eigenlijk een beetje ook de regie, hè? Alsof wij de film maken. Zo ja.
Daar, dat is mooi. Dat is heel mooi. Goed zo. Als ze nou zakt, Tess, kijk dan even een seconde naar beneden, dat je ziet dat die hals zich een beetje boller maakt. Weet je dan ook waar je naar moet kijken? Oké, laat er even stoppen. Kijk, dan willen we dat dit, die spier, zie je dat? Die, ja, dat die breder wordt. Maar dan voelen we toch, als we daar zo langs voelen, moeten we even wachten tot ze wat... Kijk, die blijft wel soepel, zie je dat? En dit, dat mag lekker losbungelen. Dus die spier die moet zich eigenlijk een beetje bol maken. En die boven, die hals, die manenkam, zoals we dat noemen, die mag een beetje gaan blubberen. Dus dat is een beetje... Mijn juf zegt altijd dat je het goede uitzicht hebt. Dus die hals is recht en die wordt breder. Maar toch zie je dat die manenkam lekker los is. Goed zo, daar. Zie je dit? Dit is het goede uitzicht. Goed zo. Dus als je ergens naar kijkt, is het niet dat je kijkt of ze wel hoog of laag genoeg is met haar hals, maar of die spieren in die hals goed zijn. En uiteindelijk, die zien we ook al af en toe, als ze zo zakt, dat is de volgende spier die we willen gaan ontwikkelen. Dat is deze, hier. Die. Dus we willen sowieso deze. En daarna komt deze. Dit is echt die spier die gaat zorgen dat ze zo'n dikke manenkam krijgen. Goed zo. Ja, goed zo. Vul aan met je kuit. Vul aan met je... Goed zo. Dus ook in die stap. Jij voelt... Nou, ze is eigenlijk een beetje sloom. Dus dan weten wij dat zij het tempo bepaalt. Want we willen dat wij de regie hebben, omdat wij iets van haar lichaam willen. En dat kan het best als zij helemaal naar jou luistert. Kijk, en voor 100% dat zal nooit lukken. Hè? Dat is met onszelf ook als we of naar school gaan of naar de sportschool. Dan zullen we altijd een beetje proberen om eronder uit te kunnen komen. Maar dat je probeert door constant het tempo te veranderen, de wending waar je rijdt te veranderen, dat het ook fris voor ze blijft. Dat het ook niet een soort rondjes rijden blijft. Maar dat ze het zelf ook interessant vinden wat er gaat komen. Goed, daar Tess, dat is heel mooi. Goed, en let dan ook heel goed op, als ze zakt, dat je niet denkt, oké, dit is het, nu kan ik achterover gaan leunen. Maar dan moet je natuurlijk meteen nog beter op gaan letten, want je wil het houden. Je wil zorgen dat je het hele uur zo kunt rijden. Goed, en dan ook voelen, hè? Hoe voelt dit? Maar ook goed bedenken bij jezelf, wat deed ik waardoor dit gebeurde? Goed zo. En als je weer even denkt, hij is aan één teugel sterk, weet niet zo goed waar hij zich scheef maakt, rij meteen weer een keer op die spiegel af. Let op dat die rechte teugel niet steeds los komt te bungelen. Goed, je wil echt twee teugels in contact, in verbinding. Goed zo. Goed zo. Blijf rijden. Ja, goed. Heel mooi, lekker uitstappen zo. Zo, deze overgang naar stap was goed, hè? De andere keren deed hij hem nog een beetje omhoog, maar dit was heel goed. Goed zo. Dus nu heb je zelf ook nog weer een beetje meer dingen dat je ook zelf kunt voelen of zien hoe het gaat, hè? Goed, dat ook als je voor jezelf aan het rijden bent, dat je weet, oh ja, daar en daar moet ik naar kijken. En probeer heel goed, en daarom zeg ik ook probeer, want het is echt heel erg moeilijk, dat je niet denkt, hij is sterk aan links, dus ik moet een beetje die neus corrigeren. Nee, dat je weet, waar maakt zij de lijf scheef, waardoor zij aan die linker teugel wil leunen. Want vaak de reactie die ze op de mond geven, is iets wat vanuit het lichaam komt. Dus toch een beetje onbalans of het missen van kracht, wat in het lichaam zit. En wat je dan eigenlijk in het lichaam moet proberen op te lossen, waardoor die hals weer makkelijker wordt. Goed zo. Top, geen dank. Goedemiddag. Het is vandaag zondag. En we zijn wat later naar stal gegaan dan was verwacht. Want mijn telefoon, denken we dat die soort van gehackt is. Want ik heb per ongeluk op een link geklikt en dat is niet de bedoeling. Dat hebben we uitgezocht waardoor we iets later naar stal toe gingen. We denken dat het, hoe heet dat, soft is. Soft, ja. Echt, mijn vader die kent allemaal termen. Dus dat het niet heel heftig is en dat waarschijnlijk niks is geraakt. Dus dat ze geen gegevens van me hebben.
We hebben wel voor de zekerheid even alle wachtwoorden veranderd en zo. Voor de zekerheid, want wat met prinsessenhartjes is gebeurd, dat is natuurlijk nooit fijn. Want met prinsessenhartjes, daar zijn we natuurlijk helemaal gehackt, zijn we het helemaal kwijtgeraakt. Dat was echt, echt, echt heel naar. Dus ja, mensen, klik nooit op linken die je niet kent. Want bij mij sprong het op in mijn agenda en zei, oh, je gegevens worden binnen 5 minuten verwijderd. En oh jee, er is dit en dit en dit gedaan. Nou, ik heb dus op zo'n link geklikt. Ja, we gaan zo. Ik heb dus op zo'n link geklikt. En dat moet je dus niet doen. Ja, dat was even mijn mededeling van nu ga ik gewoon naar de stapmolen zetten. Haar halster is footsie, maar volgens mij heb ik die zien hangen voor de stapmolen. Dus die moet ik zo verpakken. Ze heeft nu een mooie roze halster om. De Blondia halster. Op de grootste mate past de rode hem ook. Oké, en ik had het gelijk. Ik heb hem alweer gevonden. We gaan nu even die haar halstertje pakken. En dan kan ze ook in de molen. Hoppatee. Goed voor jou. Nou meisje, we gaan nu de box losmaken. Ja, van de box losmaken. Nee, we gaan de box open doen. Dan mag je met me meewalken. Nou, ze staan erin hoor. De paardjes hebben inmiddels... Kom! Hebben inmiddels een uurtje in het molen gestaan. Ik ga nu Verona longeren. Nee, freestylen. Met een mooie roze halster. Kom! Actie! Volgens mij begint ze hier wat dikker te worden, dus dat is wel fijn. Ja, ik ga vooral nu freestylen, een kwartiertje of een half uurtje. En dan het laatste kleine stukje zet ik bloem hier nog bij. Maar nu eerst even freestylen. Goedemiddagavond, het is vandaag dinsdag en ik ben op stal en hier is Cas. Hoi Cas. Oh, Cas vindt de camera een beetje eng. Kijk! Blondie. Hier heb je alvast een pony. Blondie in stal. Een grootje. We zijn ook gewoon nog een beetje aan het uitproberen hoe die zit. We hebben hem nu geplakt en we hopen dat hij zo goed zit en zo. Wij gaan nu naar huis toe en dan zie ik jullie graag morgen. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Yes. En ik ga naar school toe. Maar ik heb heel vroeg les, dus mijn moeder spreekt me. Nou, het probleem is een beetje dat je nu natuurlijk tussen online en offline lessen zit. En de dagen wisselen dan ook nog eens een keertje. Dus dat levert wat praktische problemen op. Want Tess heeft om 3:45 les met Daan. Alleen ze is pas om 2:30 klaar. Dus dan moet ze toch om 3:30 al op haar pony zitten om los te rijden. En dat is een beetje praktisch onhandig. Normaal gesproken is ze natuurlijk thuis om nou voor 2:30 al klaar. En dan kunnen we gelijk weg. En dan gaat dat heel prima, toch? Ja. Maar nu niet. Dus dat betekent dat het nu woensdagochtend is en ik Tess naar school moet brengen. Want anders dan redt ze haar rijles bij Daan niet. Dus dat is very unhandig. Goedemiddag. Ik kom net uit school. En meteen doorgaan naar de paardjes. Want over een 30 minuten moet ik erop zitten. Ik had vandaag wat eerder les dan normaal. Ik ben even het vlecht uit Blondier start aan het halen. Ik ga nu poetsen en opzadelen. Dan ben ik klaar, ready voor de les. Zo, Blondie is weer helemaal mooi opgezadeld. Ja, het is precies 30:30. Dan doe ik mijn handschoenen aan en gaan met die banaan. Woensdagmiddag, de dressuurmiddag. Maandag heb ik Blondie gereden. Dat ging heel erg fijn.
echt even goed kunnen voelen of ze goed tussen twee teugels was, goed aan mijn been was, dat kan af en toe ietsje beter, maar dat geeft niet. Daar zijn we Tess ook hard aan het werk. En ik kreeg haar eigenlijk wel in de stap, draf en de galop mooi over de rug. Dus gisteren heeft Blondie een dagje vrij gehad en vandaag even kijken of we dat met Tess weer hetzelfde kunnen bereiken. Dus je ze echt goed opletten en dat snap ik, hè? Dat is heel moeilijk, want je bent hartstikke aan het groeien. Dus jouw benen zijn ook een beetje uit verhouding aan het groeien. Vind ik wel heel mooi, van die lange dunne benen, dat wil ik ook. Maar probeer die lange benen te gebruiken door ze ook lang te maken. Je hoeft niet bang te zijn dat je dan de kogels raakt. Maar je moet zorgen dat je meer gaat rijden met je kuiten om haar buik. Omarmen met je kuiten. Dat je dus je niet zozeer met je been hulp hoeft te geven, maar met je kuiten kan knijpen. Voel, hè, als je dit doet, dat je echt haar achterbenen onder je doordrijft. Dus geef niet zozeer haar buikbeen, maar voel dat je haar achterbenen onder je doordrijft. Goed zo. En jij wekt dus van achter energie op. En als het goed is, gaat die energie vertaald bij haar naar voor toe. En daar krijg jij weer druk in je hand eigenlijk. En die begeleidt jij weer de goede kant. Goed zo, heel mooi. Twee teugels, let op, niet om de beurt. Echt twee. Echt goed voelen. Heb ik aan twee teugels evenveel druk. Nog meer je hand tegelijk. Goed zo. Twee teugels. Heel goed voelen. Twee teugels. Los in je schouder. Niet proberen stiller te zitten, losser te zitten. Losser. Ja, mooie galop dit. En hier ook weer een stukje schakelen. Pasje naar voren, pasje terug. Maar in eerste instantie zoveel energie erin stoppen dat je die energie kunt behouden. Hè? Twee teugels, twee teugels. Goed zo, oké. Zo, hier is het heel mooi, Tess. Goed zo, hartstikke goed. Mooi. Goed zo, nou dat vond ik een hele goeie. Twee teugels, geeft niks, vindt ze moeilijk. Gaat ze zoeken naar steun. Nou, ik was heel tevreden over Tess. We hadden eigenlijk al heel erg vanaf het begin het goede gevoel. Tess moet gewoon nog leren, maar dat heeft ook een beetje met haar groei te maken. Dat haar lichaam alle kanten opgroeit. Dus dat ze zelf heel erg moeite heeft om bewust van haar eigen lichaam te zijn. Waardoor ze soms ietsje strak zit in haar schouders en daardoor de handen meegaan met het lichtrijden. Maar ik moet zeggen, daar had ik eventjes aan de zijkant zo met de teugels haar een beetje het gevoel gegeven. Pakte ze heel goed op en dat ging aan het eind echt super goed. Hebben we eigenlijk heel goed verder kunnen oefenen. Galop ging ook goed. En ik merk dat Blondie sterker wordt, omdat de overgangen van galop naar draf beter worden. Zo, Blondie, ik heb het net gehad. Het ging echt heel erg goed. Ik heb in het begin eerst even lekker losgereden. En daar had ik al heel veel ontspanning, waardoor de les ook een heel stuk makkelijker ging. Dus ik ben super trots op haar. Ik denk dat jullie dat wel snappen. Het is vandaag donderdag. Ik ben hier samen met Blondie. Ik ben er alvast heel mooi aan het poetsen. Want we zijn aan het wachten op Suus. Hoe is het met rijden? Hoe gaat het met jullie? Met rijden gaat hartstikke goed. We gaan steeds meer vooruit met het rijden en ook met de oefeningen. Dus daar zijn we heel erg voor mee bezig. Nou, zoals je gewend bent, Tess, ik ga weer palperen. Ik ga voelen. En mijn oog doet ook al heel wat. Volgende keer, ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Joeg. Oké, Tess. Nou, je ziet al dat ik een beetje hetzelfde heb neergezet als vorige week, hè? Ja. Eigenlijk omdat ik vind dat we vorige week wel heel iets bereikt hadden aan het eind. Dat je echt wat makkelijker daar naartoe reed zonder dat we haast kregen of dat je ging proberen het tempocontrole te maken. Wilde ik het vandaag eventjes nog een keer doen. Om te kijken of we het dan misschien sneller hebben. En het dan ook weer een graadje moeilijker kunnen maken. Twee teugels weer binnen. Ontspanning is even het enige wat ik wil. Goed. Afstand vind ik niet belangrijk. Zo. Als je maar gewoon lekker simpel kan blijven rijden. Zo.
zonder dat het onderweg moeilijk wordt. Goed, als je lekker bent ingestapt, dan ga je gewoon lekker aan de gang, hè? Maak je been goed lang. Dat je echt je kuit aan je paard hebt. Ja, geef niks. En weer terug. Goed zo, rustig in je lijf. Rustig in je lijf. Goed zo. Hoe minder moeilijk het is daar. Zo ja. Zeker dit soort werk. Dat zouden de twee vingers in je neus moeten kunnen. Super Tess. Dit voelt ook goed denk ik hè? Ja, heel erg. Goed zo. Ja. Even links. Even terug. Oh ja, hartstikke goed. Kom maar. Goed. Rechte teugel, rechte been hè? Let dat je linker teugel niet strak is als je rechter. Links makkelijk. Heel goed, hè? Oh, even naar de goede. Ik wilde bijna zeggen, dit was goed zo. Dan willen we wel nog in de goede gouden band. Goed, dus niet te veel het neusje helpen. Super. Stappen. Heel goed, hè? Super. Lekker uitgraven zo, Tess. Hartstikke goed. Nou, ik ben wel heel blij, Tess. Want vorige week hebben we natuurlijk alleen die grote folders gepakt. Dat ik dacht van, gaan we nu de kleine folders pakken? Of vindt die net iets te... Nou, niet te moeilijk, maar dat we daar te veel stuurwerk voor moeten doen. Maar merk wel, omdat we dit vorige week hebben gedaan, dat nu die kleine folders eigenlijk een stuk makkelijker gaan, hè? Heel goed. Echt super. Goed zo.